Utrecht in de ban van Willem-Alexander en Maxima. En chloortrein door Amersfoort is te gevaarlijk. Goedemiddag, u kijkt naar U Vandaag. Op de A27 bij Maartensdijk zijn vanmorgen 3 auto's betrokken geraakt bij een aanrijding. 1 van de auto's sloeg over de kop. Daarbij raakte 1 persoon gewond. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur. Er werden meerdere brandweerwagens opgeroepen omdat iemand bekneld zou zitten. Het ongeval heeft tot veel vertraging geleid. En de oorzaak van het ongeluk is niet bekend. Burgemeester Groeneweg van Vianen staat vandaag stil bij het ongeluk bij de Hofpoort afgelopen dinsdag. Een man uit Lopik kwam om het leven toen hij met een kleine vrachtwagen tegen de monumentale stadspoort reed. Vandaag brengen koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens hun koningstoer een bezoek aan Vianen. Tijdens de tour door het stadje wordt er aandacht besteed aan het ongeluk. Het wordt ook een gewoon feest. Er is ook overleg over geweest met de familie. Maar bij het welkom heten vanmiddag van alle bezoekers in Vianen zal ik daar toch nog wel een moment bij stilstaan. Ja, nog even. En dan arriveert het koningspaar in de provincie Utrecht. De laatste grassprietjes zijn tussen de tegels vandaan getrokken, bladeren weggeblazen en dranghekken langs de route gepositioneerd. Het duurt nog even dus, maar in Vreeswijk zijn deze laatste klusjes om 19:30 vanochtend al afgerond. Ook bij de bakker in de Dorpstraat in Vreeswijk. In de vitrine liggen vandaag oranje tompoesen en donuts. En het is voor het personeel moeilijk in te schatten hoeveel oranje gebakken gemaakt moet worden. Het is niet te vergelijken met een koninginnedag. Uiteraard verwacht de bakker meer klanten dan normaal. De winkel ligt aan de overkant van de route. Ja, we hebben gekeken, zoals op dinsdag was natuurlijk de eerste keer. Ja, het was heel druk en ze hebben het over dat er toch wel 5000 mensen gaan komen. Dus, laat ze maar komen, zou ik zeggen. RTV Utrecht volgt het bezoek van het koningspaar aan onze provincie natuurlijk op de voet. Op Radio M vanaf 12 uur live en op tv live vanaf 3 uur. Als er daadwerkelijk grove fouten zijn gemaakt tijdens een chloortransport in maart van dit jaar bij Amersfoort, moeten de gifttreinen geweerd worden. Dat zegt de SP-fractie in de Keistad. Volgens de gemeente heeft de trein uit Duitsland onder meer over het verkeerde spoor en het rangeerterrein gereden. En dat is tegen de veiligheidsafspraken in. Er wordt nu door het ministerie een onderzoek ingesteld om te zien wat er precies fout ging. Om het jaar rijden deze chloortreinen vanuit Duitsland naar het Botlekgebied bij Rotterdam. Ze passeren daarbij station Amersfoort. De regels voor het vervoer zijn na een ongeluk in 2002 heel streng. Naar nu blijkt zijn er tijdens het laatste transport in maart fouten gemaakt. Langer stilgestaan, spoorgebruik wat niet gebruikt mag worden. Trein is ook op het rangeerterrein geweest, wat volgens de vergunning niet mag. Dat zijn afwijkingen van de spelregels en dat nemen we hoog op. De vraag is of het alleen tijdens het laatste transport misging of dat de regels iedere keer worden overtreden. Er komt in ieder geval een onderzoek naar het incident in maart, zegt burgemeester Bolsius. Het onderzoek gebeurt door de inspectie van het ministerie. Of dat die ook kijken naar transport in 2011, weet ik niet. Ze gaan eerst zich richten op wat er gebeurd is in maart 2013. Volgens fractievoorzitter Ad Meijer van de SP in Amersfoort moet de onderste steen boven. Hij is al jaren fel tegen de in zijn ogen levensgevaarlijke transporten door de Keistad. Hij is blij met het onderzoek, maar wil meer. Dat onderzoek is één, want dat zal gaan over hoe het zo heeft kunnen gebeuren. Maar waar het natuurlijk vooral om gaat is dat wij als Amersfoort niet meer dat soort risico's moeten willen lopen. Geen chloortreinen meer door het dichtbevolkte gebied rondom Amersfoort dus. Maar Bolsius denkt dat dat een kansloze missie wordt. De gemeenteraad van Amersfoort kan een signaal afgeven. Maar het wordt op rijksniveau besloten hoe we omgaan met dit soort transporten over het grondgebied van Nederland. Want er zijn economische belangen voor Nederland. Het chloor moet op de een of andere manier toch naar Rotterdam. En het spoor lijkt daarbij de beste optie. De snelste en goedkoopste route is dan via Amersfoort. Maar Meijer denkt daar anders over. De logistieke snelheid van dit soort transporten, dat is natuurlijk niet wat de doorslag moet geven. Het moet natuurlijk gaan over de risico's die de mensen lopen. En of wij vinden dat wij onze inwoners hier aan dat soort risico's moeten blootstellen. En ik weet dat er allemaal protocollen zijn, ik weet dat er allemaal maatregelen zijn. Maar je ziet het, er hoeft maar een heel klein dingetje mis te gaan. En je weet uiteindelijk niet meer wat de gevolgen zijn. En daarom gewoon niet doen. Zodra het onderzoek is afgerond, komt het ministerie met informatie over de chloortransporten naar buiten. Dan wordt ook duidelijk of de vervoerder strafrechtelijk vervolgd kan worden. De SP wil op korte termijn een debat over de kwestie. Naar verwachting zal dat volgende maand plaatsvinden.
Een dodelijk ongeluk op de A1 ter hoogte van Hoevelaken gisteravond. Het slachtoffer had waarschijnlijk autopech, wilde de rijbaan oversteken en werd door meerdere voertuigen geraakt. De politie en slachtofferhulp vingen getuigen op in een tankstation. De snelweg was tot diep in de nacht afgesloten vanaf Barneveld in de richting van Amersfoort. In het centrum van Vleuten geldt vanaf maandag een alcoholverbod. Aanleiding is de aanhoudende overlast van jongeren in het dorp. Volgens politie en jongerenwerkers is er duidelijk een verband tussen de overlast van de jongeren en het drinken van alcohol. Behalve een drooglegging is er meer politie en wordt er intensiever samengewerkt met ouders, scholen en supermarkten. De gemeente wil de maatregel na de jaarwisseling evalueren. 4 maanden voorwaardelijk celstraf en 120 uur taakstraf is geëist tegen een 27-jarige man uit Vianen. Hij veroorzaakte ruim 2 jaar geleden een explosie in zijn schuur waarbij hij zijn hand kwijtraakte. Hij knutselde vuurwerk in elkaar en raakte met een brandende sigaret de lont waardoor de explosie ontstond. De man geeft nu voorlichting over vuurwerk aan kinderen. Het uitgestelde examen Frans voor het VWO begint vandaag om 1:30. En het examen zou eigenlijk afgelopen woensdag zijn. Maar omdat de opgave uitlekte, stelde het college voor examens de toets uit. En dat is dikke pech voor een aantal leerlingen die vandaag met het vliegtuig naar de zon vertrekken. Die leerlingen kiezen ervoor om het examen tijdens de herexamens te doen. Sommige reisbureaus hebben regelingen getroffen, zodat gedupeerde leerlingen later kunnen vertrekken. Dat geldt ook voor Marit Jonker uit Soest. Zij heeft haar vakantie kunnen omboeken en maakt vandaag dus wel de toets. Het is alleen maar teksten lezen, net als Engels. En het is gewoon, ja, als het lukt, dan lukt het. Als het tekstje ligt, dan moet het ook wel een beetje aan liggen dan. Maar ja, als je het kan, dan kan je het. Als je het niet kan, dan kan je het niet. Eindexamenleerlingen die het VWO-examen Frans vandaag niet maken, zijn het meest gebaat bij een cijfer 1. Want ze hebben dat cijfer nodig om de herkansing te mogen doen. En dan krijgt u tot slot het weer. Vanmiddag is er af en toe zon. Op diverse plaatsen valt een enkel buitje en het wordt maximaal 17 tot 18 graden. En vanavond is het bewolkt. Tegen middernacht is het dan nog 12 graden. Dit was het voor nu. Straks om 3 uur dus live het bezoek van het Koningspaar hier te volgen in het programma U Vandaag. En natuurlijk ook op Radio M Utrecht en de site rtvutrecht.nl. Bedankt voor het kijken en heel graag tot later.